Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben gisteren helemaal vergeten te vloggen en dat komt omdat ik gisteren moest werken. Normaal werk ik niet op vrijdag, dus ik was helemaal van slag in mijn hoofd. Ik heb gisteravond drank gestaan met vriendinnetjes, gewoon op tijd weer thuis. Ik was om 12:30 thuis, zoiets, 12:30. Maar ik heb één cruciaal foutje gemaakt. We hadden heel verantwoord water besteld. En die man die zet. Maar we hadden ook voor haar een wijntje besteld. Voor mij een biertje. En die man zette een glas neer op de bar. Waar ben ik niet scherp? Die man zette een glas neer op de bar. En ik doe zoals ik dat altijd op dat soort momenten doe. Omdat je. Dan sta je met twee glazen in hand. Dus ik zeg maar sla gewoon dat glas water. Dacht ik. Achterover, want ja, ik kan echt in een seconde zeg maar een glas leeg drinken. Ik ben, ja, om een van de reden kan ik dat goed. Het is verder een kunst waar je niks mee kan. Maar goed, dus ik op thee. En toen dacht ik, dit is geen water. Had ik dus dat glas wijn opgedronken. Nou, gelukkig was de beste man wel zo aardig om het glas opnieuw te vullen. Want ja, hij zei namelijk het water, zeg maar. Dus ik dacht dat het glas water was. Maar goed. Daar ben ik echt redelijk dood van gegaan. Want wijn atten is echt niet leuk. Zeker niet als je denkt dat het water is. Nou, toen was ik niet zo blij. Maar goed. Nou ja, goed. Er is verder niet zoveel mis. Alleen daardoor voel ik me nu niet echt heel erg lekker. Sven heeft me wel heel lief laten liggen. Maar ik ben gewoon wakker gebleven, want ik hoorde alles en dan kan ik gewoon niet meer slapen. Ik vond het wel fijn om even niet liggen. Vandaag is het een beetje een ladies day, want de mannen gaan straks Niels een sport doen. Ik ga niet sporten. En zij gaan vanmiddag samen naar de Lego film. Wat ik later las dat vanaf 6 jaar is. Maar hij heeft die eerste film ook met Sven gekeken. Dus nou, ik zei als het spannend wordt, dan ga je gewoon, dan zeg je tegen papa. En dan ga je gewoon even lekker tegenaan zitten of zo. Maar ik denk wel bij dit soort dingen. Ik bedoel, het is er met een reden, hè, die leeftijdsgrens. Dus ik ben niet heel enthousiast over dat ze daarheen gaan. Maar ik denk wel dat het voor Niels, zeg maar persoonlijk. Hij is vrij ver, zeg maar. Maar ik denk dat het heel fijn is dat het geen mensen zijn, maar poppetjes. Ik denk dat dat voor hem, zeg maar, het, ook als het spannend wordt, dat hij dat niet zozeer. Ja, relateert aan mensen of zo. Ik heb er in ieder geval bij zulke dingen nog nooit iets over zeggen. Maar goed, zij gaan dus vanmiddag met z'n tweetjes naar de film. En dus het is een beetje ladies day met Mittens en Elin. Elin, echt, is echt, die kan geen rust vinden. Ik zal straks even filmen. Maar ja, dat is het eigenlijk. Verder hebben we volgens mij ook niet zoveel dit weekend. Gewoon een lekker rustig weekendje. Dus niks aan het tekenen. Hé Niels? Ja? Met een waterpen. En als je dan kleurt, dan kleurt de tekening. Door het water. En dan droogt het daarna ook weer op. Dan is het weer weg. Zo. Dan doe je het snel. Doe ik het snel? Ja. Oh. Doe jij weer een stukje? Maar even met je andere hand, dieven. Dit gaat, dat is niet makkelijk zo, hè? Nu mag jij alweer. Oh, mag ik alweer. Elin heeft een hele mooie nieuwe jurk. Hele mooie nieuwe jurk van de Zara. Elin! We gaan eigenlijk even eten, maar Elin heeft echt in het stoeltje gezeten. Wel met een sjaal erachter dat ze goed kan zitten. En ze komt er zo weer bij ons. Ze vindt het heel mooi. Dus een beetje rondkijken. Zo. Wij gaan lekker eten. En Niels heeft gekozen voor de poppetjes, maar we laten het gewoon even gaan. En de professor zit hier. De mannen zijn nu naar de film. En wij zijn hier gezellig. En
Ik weet even niet goed. We zitten niet helemaal meer op schema, omdat ze vanmorgen best wel lang heeft geslapen. Het is nu 3:15. Normaal gesproken zou ze rond 3:30 op les moeten, maar nu weet ik even niet zo goed of dat nou een idee is of niet. Dus daar moet ik even over nadenken. En ik wil eigenlijk nog even naar buiten. Alleen is zeg maar die NL zo'n waarschuwing geweest vanwege tank die, nou ja, waar spul uitkomt wat heel erg stinkt. Maar er staat dat het geen gevaar verder oplevert, dus het stinkt alleen. Maar om een van de reden voel ik toch mentaal een beetje gek met een baby dan een lekkere lange wandeling te gaan maken. We zijn natuurlijk wel net eventjes gaan lunchen, maar ja, goed. Maar misschien ook gewoon eventjes naar de, ik moet even nieuwe billencreme en zo hebben, maar dus misschien dat ik even gewoon naar Kruidvat en zo loop. Dat kan ook. Dat is niet heel ver, hè. Een stukje camera werkt erin. Heel fijn dit. Nou, we zijn aan de wandel. Ziet er niet uit trouwens. Hip aan de onderkant en basis aan de bovenkant. Maar goed, we doen het ervoor. Ik loop even bij de wielrijn. Hier hebben ze zo'n grappige... die, nou ja, het to-do's en alles. Grappig gemaakt. Ja. Ik heb er niet alleen handcreme. Moet even kijken bij de cakevormpjes. Grappige markeerstiften. Deze tante wil niet slapen. Gewoon niet. Ik heb het nu denk ik 40 minuten of zo geprobeerd. Nou, toen was ik er klaar mee. Nou goed, ze wil niet. Het is inmiddels 6:15. Boodschappen zullen komen zo. En dan ga ik één eten geven. Ik leg haar nu vaak thuis met haar blote beentjes, want dan kan ze zich wat beter afzetten en zo dan met zo'n gladde mayo of sokken aan. Kijk, ze heeft nu wat te pakken. Ik heb een maskertje op. Een sheetmasker dat ik net liet zien ook. En ik ben nog even mijn vlog van morgen online aan het zetten, want ik had hem al wel gemaakt. Maar bedacht me gelukkig nog op tijd dat ik hem nog even moet maken. Of online moet zetten. Dan gaan we eerst toe wel kijken. Oh, ik ben er niet moe. Het is al lekker loopie. Goedemorgen, het is zondag. En wij zitten te ontbijten. Dus wij hebben de drinken pakken. Oh. En ik heb echt zoveel pukkels de laatste tijd. Meestal zo ben je leeg. Oh ja. Gek hè? Oh, gek. Ik ga zo even sporten. En verder heb ik nog niet echt. Dan ga ik ook sporten. Maar je hebt gisteren al gesport. Dan ga ik even sporten. Eventjes een uurtje. Omdat ik gisteren niet heb gesport. Normaal sport ik tegelijk met jou, hè. Snack en een kopje thee. Dan ga ik me even opmaken. Ik had hier een fruitappje gegeten. Tegenwoordig doe ik het maar met 2 lepels. Omdat zij gewoon graag een lepel vast wil houden. Ja, hè. Altijd heel netjes gebeuren ook, zoals je ziet. Ga je weer terug naar huis? Was het lekker op het strand? Ja, dat was lekker. Oké. Okay. Laat ze zwemmen ook aan de zonnebril op. Hier kom ik alweer. Oh, daar kom je alweer. Ja. Zo, dus kom ik alweer. Oké. Okay. Dat is snel, hè? Nou, dat is hartstikke snel. Ga je met de auto naar huis? Ja, een helm op. Dit is mijn elektrische helm. Van waar kan ik op mijn auto op deze helm? Wat kan je daarmee? Hier kan ik, als ik op mijn auto ga, daar die staat, moet ik mijn helm op doen. Oh, oké. Okay. Doet. Dat is toch echt hilarisch. Heeft hij dus zelf
zijn zwembroek gepakt en aangetrokken. Zonnebril op zijn hoofd, brilletje of een petje erbij. En nou ja, een auto gepakt waarmee hij dan blijkbaar naar het strand ging. Nou ja, goed, echt pis in mijn broek. Hij gaat dus ook nu, vandaag, het blijkbaar al de derde keer, ik zag het nu voor het eerst. Maar ik heb het wel eerder gezien. Dan gaat hij naar het toilet zelf. Dan gaat hij naar de wc en dan klimt hij daarop. En dan gaat hij plassen en dan trekt hij door. Dan gaat hij zijn handen wassen. Goud, goud die gozer. Ja, ik vind dat zo bizar. Zeg, ik bedoel, net drie, hè. Ik bedoel, waar hebben we het over? Ik kan, ja, aan de ene kant, ja, zijn er van die dingen dat je denkt van, vroeger dacht je daar nooit heel erg over na, maar nu denk ik echt van, zo snel inderdaad, dat klopt wel wat ze zeggen. Ja, ik vind het echt, nou ja, goed. En Ellen die gewoon alweer bijna 7 maanden is, wat? En dat is dan, gaat dan enerzijds ook heel snel, en anderzijds denk je ook van, oh ja, zeg maar, de tijd dat ze niet zo heel veel kunnen, zeg maar, is ook eigenlijk best wel weer lang. Gewoon omdat je nu natuurlijk Niels hebt die al wel heel veel kan, dan ga je eigenlijk weer een stuk, voor je gevoel weer een stuk terug in de tijd. Want ja, zij kan niet alles natuurlijk. En dat... Oh, shit. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Het is ook juist leuk, zeg maar, dat je die... Alleen je hebt dus wel... met schema's en zo is het allemaal wel een beetje natuurlijk niet echt hetzelfde. Dus dat moet je gewoon echt eventjes... moet je gewoon goed over nadenken. Wacht, zet je even hier neer. Nou, ik heb nog steeds mijn badjas aan. Het is inmiddels al, weet ik, voor 12:30 of zo. We gaan zo lekker lunchen en dan gaan we even kijken of we nog, dan gaan we eerst naar bed. En of we, het is namelijk echt hondenweer buiten. Dan gaan we even kijken of vrienden van ons nog zin hebben om even te borrelen of niet. Dus gaan we even kijken. Misschien vanmiddag even bij mensen of mensen bij ons even lekker aan borrelen. Voor de gezellig. Wel van die fijne dingen als het regent en dan kunnen de kids lekker spelen. Dus ja. Oh, hij gaat weer. Hij gaat in de Amsterdam, hoor ik. Ik zit aan de site te werken en even voor te werken. Ik weet het nog niet zo goed wat we gaan doen vanmiddag. Het is nu 3:00. Straks even kijken. Vandaag is nog jong. Wij gaan even met de buren borrelen, gezellig. Hé hey Niels? Ja. Mooi op de zandbak. Dus je wordt later, jij wordt later een lange meid? Heb je net dit zo? En dan ging je zo draaien, toch zo? Ja. En ik ga nu veel opnieuw. Zo. 1, 2, 3. Maar wat zijn het? 1 hondje, 10 hondje, 5 hondje. Je moet maar goed kijken, hè? Ja, oh, 1 hondje. Ja, dus hoeveel zijn het er? 1, 2, 3. Vier. Nou, even kijken of dat klopt. Ja, goed zo. 1, 2. Goed zo, dan doen we open. Klepje. Goed zo. Goedemorgen, het is maandag. Mijn plan was eigenlijk... Oh, sorry voor de rotzooi. Mijn plan was eigenlijk om jullie mee te nemen in mijn ochtendroutine. Maar het liep even iets anders. Want altijd op het moment dat ik dat bedenk, dan bedenken mijn kinderen, in ieder geval Niels, dat hij uit gaat slapen. Dus ja, maar goed. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het is nu 8:00. Normaal gesproken wordt Niels een schaapje om 6:50 wakker. En dan mag hij uit bed en dan komt hij even bij mij liggen. Sven is al lang uit bed. Sterker nog, hij is van sinds vandaag heeft hij iets nieuws dat hij om 5:00 had opstaan. Er zijn allerlei
goeroes in de wereld die, geloof ik, Steve Jobs en zo, ik wil Oprah Winfrey, dat soort mensen die allemaal beginnen om 5 uur 's ochtends met de dag. Dus dat leek hem ook al wat. Ik sta even over. Ik was wel wakker. Nou, eerst werden we wakker om 3 uur 's nachts. De vaat was er in storing. Piepen. De hele tijd piepen. Nou, ik word helemaal debiel. Nou, en ik heb uiteindelijk stekker eruit getrokken. Zo moet ik straks nog even gaan kijken hoe de situatie ter plekke is. Maar goed, normaal gesproken. Oh ja, dus SMS was om 5 uur op. Toen was ik ook wakker. Toen hoorde ik hem naar buiten gaan om hard te lopen. Toen hoorde ik binnenkomen. Toen hoorde ik me gaan douchen. Nou, ik heb het al meegegeven. Hartstikke fijn. Werken we nog even aan hoe we dat gaan aanpakken. Maar goed, normaal gesproken 6:50 staan we op. Dan gaan wij dus even liggen. Niels en ik gaan samen met de knuffelen. Dan ga ik douchen. Dat is een lastig moment, want hij wil dan met mij mee. Maar ik wil douchen gewoon even zelf. Gewoon even in rust de dag beginnen. Maar goed, dus dan ga ik douchen. En Sven heeft dan de ontbijt al gemaakt. En dan ga ik daarna met Niels ontbijten. En dan wordt meestal Eden rond 8:15 wakker. Tot 8:30. En om 8:00 mag Niels dan een filmpje gaan kijken. En hij kan geen klok kijken. Dus als Eden om 5:30 wakker is, is het 5:15. Is Eden 7:15 wakker. Ah, dan is het wel iets eerder, maar dan is het geen 8:00, zeg maar. Dus het is een beetje. Goed, het is nu net 8:00. Ik dacht dat ik Eden hoorde, maar nu hoor ik er weer niet. Maar ik ga haar wel nu een beetje wakker maken. Tenminste, wakker maken. Ik ga even kijken. Ik denk dat ze wel al een beetje wakker is. Maar ze laat niet veel snel van zich horen. Ze ligt al gewoon een beetje te glorieën daar. Vindt ze prima. Dan haal ik Eden eruit. En vanaf dat punt ga ik jullie even doen. Ik heb me dus opgemaakt dat doe ik altijd onder het ontbijten. Dus ik ontbijten samen en hij pakt alle vitaminepilletjes voor iedereen. En dat gaat allemaal netjes voor ons klaar. We zitten erbij, geen zorgen. En net heeft hij bijvoorbeeld mijn borsteltje van mijn wenkbrauw op potlood. Was gebroken, heeft hij dat gerepareerd met gereedschap. Dat soort dingen. Dat doen we onder het eten. En dan mag hij dus tv kijken. Dan ga ik niet eten. Wakker maken. Kijk, nu hoor ik er ook. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Schone slaapster. Hi. Ga je lekker gaan slapen? Even kijken, waar is Anna? Mijn schoentjes zijn kwijt. Speentje ook kwijt. Alles kwijt. Oh, hier is een handschoentje. Oh, en er liggen 2 speentjes helemaal achterin. Nou ja, dat doen we later dan. Oh, Heb jij zo lekker geslapen? Altijd lachen, hè? Altijd lachen. We doen er s'avonds althans gewoon rompertje aan. En nu slaapt ze ook alleen in het rompertje. Omdat het nu een lange mouwrompertje is. Maar normaal is het een korte mouwrompertje. Die doen we dan s'avonds en dan een pyjamaatje aan. Maar... ik voel nu een beetje warm. Heb je zulke zweetvoetjes? Oeh. Of is het een poep in je broek? Ja. Maar dan hoef ik 's ochtends geen schoon robbertje meer aan te doen. Dan doe ik alleen de kleertjes aan. Maar nu, omdat ik vandaag dit overgooiertje aan wilde doen van de Zara. Super cute. Had ik al een lange mouwrompertje aan gedaan in het slapen. Ja, dat scheelt dan weer, hè. Ik heb echt sinds kerst een klein trauma aan bijna lege tubes. Ik weet niet of iemand het nog weet, maar ik had toen met kerst, wilde ik crème uit een tube doen. En toen schoot die door en toen vloog mijn nagel eraf. Nou, het kippenvel stond nog terug, hè. Ja. Maar goed, de rest van de ochtendroutine is dus Eden eten geven. Hè? Lekker, lekker melkje. En ga ik mezelf even aankleden. Dan Niels. Oeh, gezondheid. Ik zei toch dat er niezen komt altijd zo goed is. Ja. Dan zet ik haar even het wippertje. Dan kan ze de eten nog goed laten zakken. En dan ga ik Niels tanden poetsen. En dat doen we met de Sonicare. Ik zal het straks wel laten zien. Ik hoop dat ik het
allemaal op ga filmen. En dan mag hij daarna nog één klein filmpje op de tablet kijken naar het tandenpoetsen, omdat dat met de tablet is. En dan, dit gebeurt allemaal in een kwartier tijd of zo. En dan, ondertussen kleed ik hem dan aan. Hij wil namelijk heel graag zelf doen, maar dat duurt echt heel lang. En op dit soort dagen hebben we daar niet zoveel zin in. Nee, dus dan doen we het zo. Oh, nu is het honger. Zo. Die is klaar. Volgende patiënt. Dan ga ik even jouw flesje maken. Hoe zitten wij dan? We zitten op de bank. Dan ga ik even de tanden poetsen. Plekje op het scherm. We zijn alweer heel wat uurtjes verder. Kids zijn al lang en breed op het kinderdagverblijf. Dat is al een beetje chaos aan het eind. Maar goed, want er stonden allemaal jassen aan en toen had één weer een poepluier. Dan krijg je dat. Ik moet allemaal random dingen halen. Ik moet iets van billencrème voor haar hebben. Printpapier met joeldadels. Nou, echt een cacophonie aan producten. Dus ik ga eventjes... Oh, en billendoekjes ook. Dus dat ga ik eventjes doen. En ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden voor deze week. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken en heel graag... Tot volgende week. Doeg!